Shinterlabs is een jong softwarebedrijf. Wij helpen overheden te vernieuwen door slim gebruik te maken van data. Dat doen we met een aanpak waarmee de overheid heel snel en hele korte tijd prototypes kan ontwikkelen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen en die uiteindelijk om te zetten in applicaties om mee te gaan werken. Over 5 jaar is een hele lange tijd voor in de wereld van technologie en innovatie. We zijn pas 1,5 jaar bezig. Onze grote droom zou zijn is dat we dat niet voor de individuele organisaties doen, maar uiteindelijk dat kunnen opschalen naar de hele overheid. En misschien zelfs internationaal. Dat zou onze droom zijn dat we over 5 jaar maatschappelijke vraagstukken op internationaal niveau kunnen oplossen. De belangrijkste ontwikkeling in de markt die wij zien is dat veel overheden inmiddels wel snappen dat met data en slim gebruik daarvan ze vraagstukken nog beter kunnen oplossen. En daarnaast zien we de trend van privacy, informatiebeveiliging. Overheden worstelen daarmee, zien wij. Maar we merken dat als je ervoor zorgt dat het gebruik van data past bij je wettelijke taak en je er altijd voor zorgt dat beslissingen uiteindelijk door mensen genomen worden, dat er meer met data kan dan veel organisaties denken. Met de gemeente samenwerken, dat is super tof. En waarom is dat tof? Omdat gemeentes bezig zijn met maatschappelijke vraagstukken. En dat doet ons hart sneller kloppen. Het is mooi om bij te dragen aan een veiligere, slimmere, mooiere stad of dorp. Maar we merken ook wel dat het tempo wat wij als jong bedrijf kunnen ontwikkelen, dat de overheid dat niet altijd kan bijbenen en dat er best wel wat bureaucratie is. Maar als dat uiteindelijk leidt tot het oplossen van een mooi vraagstuk, dan vergoedt dat veel. Nou, wat het interessant maakt om partner te zijn van het Beyond Data Event is dat het wat ons betreft het data event van de Nederlandse overheid is. Dat komt omdat er sprekers komen van internationale allure. Wat interessant is om te toetsen wat wij in Nederland doen, hoe zich dat verhoudt tot het buitenland. En iedereen in de Nederlandse overheid iets met data doet, komt daar. Dus helpt het ook om kennis en ervaring uit te wisselen. Als je werkt bij de Nederlandse overheid, dan moet je naar Beyond Data komen. Vooral om te leren. Niet alleen van de sprekers die er komen, uit binnen- en buitenland. Maar vooral van je collega's die allemaal met dezelfde problematiek worstelen. En wellicht oplossingen bedacht hebben die jij nog niet weet. Dus kom naar het Data Event om van elkaar te leren.